Hi allemaal, ik ben Jelena en vandaag hebben we weer een nieuwe editie van Q-Time. Zoals altijd heb ik bijzondere Surinamers die bezig zijn iets goed voor de maatschappij te doen of gewoon iets dat ze met ons willen delen. Vandaag heb ik dus bij mij stichting Help Safe Animals Suriname. En de gasten die bij mij op de bank zijn, zijn Joyce Kersten en Isabelle de Buur, de boer, buurman. Welkom bij Q-Time. Dankjewel. Stichting Help Safe Animals Suriname. Vertel me, ik ga jullie me erover vertellen. Ja, nou, wij zijn een stichting die al 1,5 jaar bestaat. We hebben het opgericht. We zijn sinds 21 februari officieel actief. We hebben een hele mooie opvang gebouwd. En ja, wij vangen dus hulpbehoevenden en ja, zwerfdieren op. Die verwaarloosd zijn, gedumpt zijn, whatever. We geven ze eten, we maken ze weer mooi, we steriliseren, castreren en we zoeken een huisje voor ze. Oké, het is een heleboel dat jullie doen. En waar doen jullie dat? We zijn gevestigd op Ornamibo, dat is richting Domburg. We hebben 14 kennels. We hebben een mooi kattenverblijf. We hebben een poli, we hebben een operatiekamer. En ja, we zijn fully equipped en ja, we willen dus alle dieren die komen of bij ons zijn een nieuw huisje geven. Dat is heel lief van jullie. Maar van waar het idee? Want gewoon zijn jullie 1,5 jaar geleden opgestaan en hebben gezegd van oké, nu gaan we gaan dieren helpen. Nee. Dit speelt al heel lang. Ik ken Joyce al jaren. Ja. Zij heeft mijn hond dus getraind. Zodoende zijn we met elkaar in contact gekomen. Ik had het al eerder gezien, maar ja, nooit echt notitie van genomen. Wij hebben dan een bedrijf. Eigenlijk ja, is ze bij ons komen werken en we hebben een soort vriendschap gekregen. En we houden beide van dieren. En ik heb altijd al gezegd van, ik woon 25 jaar in Suriname inmiddels. Ik kan slecht tegen dierenleed. En als ik later groot ben of als ik wat heb gespaard, zou ik een eigen asiel willen. Ik had het er altijd over en die man van me werd gek van me. En die zei, weet je wat, je moet het gewoon doen, niet meer praten. Stichting Help Save the Animals is geboren toen. Ja, was geboren. Maar er komt natuurlijk nog heel wat bij. Want ja, waar gaan we het doen? Hoe gaan we het doen? Dus, gaan we het aanpakken? Wat gaan we in de jaren daarvoor doen? Ja, ik vind ja, het is zelf dieren. We hebben heel veel dieren thuis gehad. Ja. En op kantoor gehad. Kantoormensen die gek van ons worden. We hebben zelfs een Awari. Ik heb een Awari baby een keer meegenomen. Heel leuk allemaal. Maar mensen worden daar niet echt blij van. Dus we hebben een perceel gekocht. Schoongemaakt. Panelen besteld, alles. Ik heb alles. Het zijn sandwichpanelen. Om het gebouw op te zetten. Okay. Dus in principe, ik heb alles van mijn spaargeld, van ons spaargeld betaald. Dus het is echt een mega investering. We hadden er hele mooie andere dingen voor kunnen doen. Maar je hebt het gedaan voor de dieren. Mensen verklaren me ook wel een beetje voor gek. Ik niet hoor, ik heb ook een hand en ik vind het een heel goed initiatief van jullie. Nou, heel mooi. Zo is het plan gekomen. We hebben dus een stichting opgericht. Ik ben de voorzitter, Joyce is de secretaris. En we hebben een andere dame, die is de penningmeester. Die is helaas vanwege gezondheidsproblemen. Mm-hmm. Is niet erg actief momenteel, maar dat komt hoop ik wel weer. Ja, en we zijn dus, alles is dus klaar. We zijn januari gaan proefdraaien. Ja, januari proefdraaien en februari. 21 februari officiële opening. Ja. Jullie zijn gestart, een asiel bijna, een opvanghuis voor... We noemen het een opvang, want asiel klinkt heel zielig. En we zijn ook geen plek waar mensen kunnen komen en hun dieren kunnen smijten. Ja, maar dat is de volgende vraag. Want hoe? Gaan jullie de strays ophalen? Zien jullie ergens bij iemand thuis zieke dieren zeggen van jullie moeten ergens even bij ons. Hoe gaat het te werk bij jullie? Wat is het verschil met de dierenasiel daar bij de KUL en bij Stichting Help Save the Animals of Save Animals Suriname? Dus in principe rijden we vaak genoeg op straat en zien we van alles zielig lopen. Ik vooral. Dus ik pak het op en ik gooi het in mijn auto. Een soort van dognapping. Hebben ze een huisje ergens? Nee, dus het zijn echt vaak... Ik heb er laatst eentje gevonden die gewoon ergens in een stuk open bos lag. Een klein puppetje. Weet je, die heb ik meegenomen. Nu weer kittens die aan de kant van de weg gedumpt zijn. Die vangen we in principe op.
Of mensen bellen ons, luisteren, er is hier een hondje met pups. Of er is een aangereden hondje, wat kunnen jullie het opvangen? Ja. Maar dan is het wel, ja, de vraag wel, kan je het alsjeblieft komen brengen? Want we hebben dus nog geen vervoersmiddel. Daar zijn we dus fondsen voor aan het werven. Als iemand extra auto heeft of busje, maak contact. We zoeken dus dat we daarvoor ook op straat kunnen, want we moeten vaak naar de dierenarts. Ja. Ja, en het gaat eigenlijk als een lopend vuurtje. Maar het is dus, we zijn dus niet, luister, mijn hond heeft puppies, ik bonk ze even bij jou en ik doe er voor de rest niks aan het probleem. Nee. Ja, we zijn, echt zo werkt het niet. De dieren die geen stem hebben of die niet voor ze opkomen. Ja, of die geen huis hebben, die gewoon op straat liggen lopen. Ja. Ja. Kijk, we hebben ook iemand gehad die stond bij ons voor de poort. Ja, ik ga weg, je moet mijn hond nemen. Ja, we kunnen die hond niet nemen. Jij zei, als jullie hem niet nemen, dan zet ik hem op straat. Ja. Dan moeten jullie hem wel nemen. Zo werkt het natuurlijk niet. Okay. Je hebt een verantwoordelijkheid als je een dier neemt. Mm-hmm. Heb je een stukje verantwoordelijkheid. Hetzelfde dat je kinderen hebt of je begint ergens aan en dan moet je afmaken. En dat beseffen een hele hoop mensen niet. Het is verschrikkelijk veel werk. Dat zou echt mijn volgende vraag zijn. Even voor we daarop terugkomen. De dieren kunnen dan bij jullie terechtkomen. We hebben plek, zoals je in het vorige gesprek zei, voor ongeveer 50 dieren. Ja. Honden, hè? Honden alleen. Ja. Okay. Ja. En ik denk 20 katten. 20 katten. Oké, okay. Jullie zijn beide op straat gegaan. Jij hebt 10 honden, zij heeft 5 katten. Die blijven dan 2 weken daar zo. Of dat ze een nieuw huisje hebben. Ze gaan eerst bij ons in quarantaine. Uh-huh. Want ze komen van de straat, ze zijn ziek. Ze hebben van alles. Ze hebben huidproblemen, ze hebben wormen. Echt van alles. Dus ze gaan eerst 2 weken in quarantaine. We beginnen met ontwormen. De dierenarts komt langs of we brengen ze naar de dierenarts. Dan worden ze gecheckt. Ze krijgen goed te eten, want vaak zien ze er ook gewoon te mager uit. En vreselijk. Medicatie wordt huidproblemen, schurften, van alles. Na die 2 weken gaan we kijken hoe ze eraan toe zijn, of ze al uit quarantaine komen. Dan mogen ze bij de andere kennels, zeg maar. Dan gaan we ook kijken van, kunnen ze een paar bij elkaar, weet je. Ook voor socialisatie is dat erg belangrijk, zeker met pups. Moeten ze langer in quarantaine blijven? Gaan ze gewoon echt langer in quarantaine blijven? Want het is wel de bedoeling dat je gezond weer samen kan mixen. Nou ja, dan gaan we kijken van zijn ze oud genoeg om al te steriliseren, castreren. Ze moeten gevaccineerd worden, ze moeten nog een keer ontwormd worden. Pas als dat allemaal gedaan is, dan gaan we huisjes voor ze zoeken. Oké, dat is een hele waslijst aan dingen. En hoe doen jullie dat? Want het kost geen 2 cent en zeker ook geen SED. Nee, het is een hele operatie. Ja. Dus we zijn dus begonnen. Mm-hmm. Er zit dus geld van onszelf in. Mm-hmm. We proberen nu eigenlijk via donaties proberen we de maandelijkse kosten eruit te halen. We hebben 4 vaste personeelsmedewerkers. Want het is natuurlijk veel werk. Er moet gekookt worden, de honden, de hokken moeten schoongemaakt. Ze moeten verzorgd, ze moeten naar buiten. We hebben ook 4 hele mooie speelweiden. Dus 's ochtends krijgen ze eten, dan gaan ze naar de speelweide. Wow. Worden de hokken schoongemaakt. Dieren die verzorging nodig hebben, die krijgen verzorging. We hebben 1 hond die is van achter verlamd, die moet elke dag even in een rolstoeltje worden gezet. We hebben 1 hond die heeft nog een zwak pootje, dat pootje moet er misschien ook af. We hebben een hele oude opa die is doofblind, die heeft een beetje verzorging, dus het is gewoon heel veel werk. En dan naar de dierenarts. Opa moet foto's gemaakt worden. Ja. Die verlamde hond moet foto's gemaakt worden. Ze moeten weggebracht worden. Dus het is allemaal op basis van donateurs. Well, ik ben jullie dankbaar. Als ik mag praten voor alle dieren die een kans krijgen van jullie om een beter leven te krijgen. Nou, dat is ook de bedoeling. Ja. Thank you. Maar we kunnen natuurlijk niet alleen. Ik heb het ook wel eens, want dan zit ik in de auto. Mijn man zegt, zo zielig. Kijk, hij zegt, je kan niet iedereen de hele wereld redden. Nee. Wat je kan doen is meegenomen elk dier wat een beter leven krijgt, is meegenomen. Maar, en wat voor ons nu heel leuk is, en toevallig kregen we gisteren een filmpje. De hondjes die we hebben geplaatst, krijgen we updates van. En dat is zo leuk om te zien. We hebben 1 hond die mag zelfs in huis, die ligt op de bank. Maar het is wel goed. Weet je? Ja, het is never a bad idea to do this. Het geeft je heel veel energie en geluk om verder te gaan. Oké. Een mooi plan, een mooi idee, plan opgezet, plan uitgevoerd. Het begint nu goed te lopen.
Hoe zien jullie dit verder gaan? Want jullie zitten hier, het is een stichting, het is een non-profit, als ik het goed begrijp. Ja. Hoe zouden wij kunnen helpen? Of iedereen die nu kijkt en denkt van, mijn god, die twee dames doen een amazing job for the animals. How can we help? Hoe kan dat? Nou, we willen ook nog even toevoegen, we hebben ook nog beide een fulltime baan. Dus het is niet dat we ons vervelen of zo. Nee. Dus daarom zijn er dus ook medewerkers. Ja. We zijn er wel fulltime mee belast. We appen de hele dag, we gaan een paar keer per dag langs. Maar ja, we hebben zelf een volledige baan, want anders... Red je het niet, hè? Nee, red het niet. Nee. En dan moet natuurlijk, ja, het kost geld. Dus ja. Als ik daar ga zitten, ja, dan komen er geen... Nee, dat is oké. En sowieso, we hebben 4 echt ontzettend leuke medewerkers. Ze zijn lieve medewerkers. Hart voor dieren. Ja, zetten ze echt in. Shout-out naar de medewerkers. Ja, zeker echt, weten, hoor. Zeker weten. Anders dan... Ja. Oké, maar terug naar de vraag. Hoe kan iemand die nu kijkt... jullie helpen? Waar zijn jullie te bereiken? Zijn jullie op social media? Is er een nummer? Is er een website? We zijn op Facebook, we zijn op Instagram, TikTok. Binnenkort hebben we een website die wordt gelaunched. Ja. We zitten aan de Sir Winston Churchillweg. Het is niet dicht bij de stad, maar aan de andere kant wel een gedeelte waar ook heel veel leed en opvang nodig is. Opvang nodig is, we zijn eigenlijk op zoek naar vaste donateurs, vaste maandelijke donateurs, want dan weten we wat we kunnen verwachten en wat we te besteden hebben. Ja, alles helpt. Ja, alle beetjes helpen. In welke vorm dan ook. Ja, het liefst donaties financieel, want dan kunnen we ons plan uitzetten. Mm-hmm. Maar als iemand zegt, ik heb nog dekens of ik heb oude kranten, ik heb voer, ik heb nog een hondhokje. Ook prima. Alles is welkom. Kranten vooral. Ja. Daar zijn we echt heel blij mee als mensen oude kranten hebben. Okay. Dus doekens, lakens, oude baddoeken. Ja. Al zitten er gaten in, we kunnen het gebruiken. Het is echt... Alles is welkom. Alles is welkom. Oké. Okay. Ik denk dat we dan eigenlijk alles hebben gehad. Jullie zijn gewoon echt lekker goed bezig. Het is duidelijk wat jullie missie is en iedereen die kan helpen. Jullie hebben dat ook aangegeven. Maar hebben jullie zelf misschien ook nog een boodschap van... jullie kunnen niet iedereen, niet alle honden redden. Nee. En naar het schijnt is het een heel groot probleem met zwerfhonden hier in het land en hulpbehoevende dieren. Is er something dat jullie willen zeggen van... Hoe zouden wij als mensen die thuis zitten, misschien niet zulke grote dierenvrienden zijn... maar hoe kunnen wij helpen om misschien dit probleem een beetje... te verhelpen? Nou, neem alleen een dier als je er tijd voor hebt, aandacht en zorg aan kan geven. Want een puppy is leuk, maar hij eet slipperstuk, hij bijt in vuilniszakken. Het is gewoon heel veel werk en dat beseffen mensen gewoon niet. En een hond, als je hem goed verzorgd wordt, 10, 15 jaar. Dus het is iets voor lifetime. Het is niet, hij wordt groot, we doen hem weg, we nemen weer een nieuwe. Zo werkt het niet in het leven. Ik bedoel, het is een verantwoordelijkheid die je hebt. Steriliseren, castreren, dat beseffen mensen dus ook niet. Regelmatig ontwormen, regelmatig vaccineren. Steriliseren en castreren is gewoon zo belangrijk, want het is oneindig. Het is, als je niet castreert, steriliseert, dan blijven die puppy's komen. En het is een never ending story. Ja. Okay. Dus dat is echt het allerbelangrijkste. Mensen, laat je beesten steriliseren. En het is niet zielig of... Het is pas zielig als er weer puppy's komen... Die gaan dood van de honger, van de ellende. Ze krijgen ziektes, ze sufferen. Het is gewoon... Honden lopen op straat, mannetjes gaan op straat. Ze gaan achter de vrouwtjes aan, ze worden aangereden. Ja, die wijfjes die krijgen 3 nesten per jaar. Kittens krijgen hoeveel? Kittens kunnen om de 4 maanden, of katten kunnen om de 4 maanden zwanger worden. Oh, wow. Dus ze kunnen gewoon 20 kittens per kat geboren worden. Wow. Dus tel het even op. Hè. 1 kat krijgt weer 4, 5 kittens. Ja. Dus 1 kitten kan weer, dus het is verschrikkelijk. Ja. Oké, de boodschap is duidelijk. Laat je dieren steriliseren of castreren. En alleen door dat te doen maak je al een groot verschil uit. Ja. Echt superbelangrijk. Maak gebruik van de projecten die er zijn. Er zijn veel projecten. De dierenbescherming heeft laatst één gedaan. Er komt eind mei komt er weer een sterilisatie-castratie-project. Maak er gebruik van. Het is tegen een gereduceerd tarief. Anders probeer je elke maand een beetje geld opzij te zetten om er in ieder geval voor te sparen om hem te laten helpen bij de lokale dierenartsen. Het is zo belangrijk om te castreren en steriliseren, gewoon om die overpopulatie tegen te krijgen, om het dumpen tegen anders te gaan. Uncontrollable problem en dat is wat we niet willen, niet voor de mensen, ook niet voor de dieren. Nee, en ook voor de mensen niet. Het is natuurlijk... Ja, ook super onhygiënisch. Kadavers die langs de weg liggen, honden die je vuilniszakken open eten, trekken. Het is gewoon... Nee, dat willen we niet. Nee. En als ik zo met jullie zit, kunnen we nog uren hierover doorgaan. Er is so much going on. Ja. Maar
jullie boodschap is duidelijk. Als je niet voor een dier kan zorgen, nee, neem geen dier. En als je één hebt, just give him the best care as possible. Ja. Of zorg jij er tenminste voor dat het ergens komt waar die care, de loving en appreciation ook gewoon en krijgt. En dan heb ik nog een tip. Okay. Wij hebben best wel veel of grotere honden. Mm-hmm. Kijk, een pup is natuurlijk altijd leuk, maar wat ik zeg, het is heel veel werk. Mensen raken geïrriteerd. Hij eet mijn slippers stuk. Hij is lastig. Ja, het is een pup, een klein kind. Ja, het is een kind. Ja, het heeft aandacht en energie. Ja. We hebben heel veel lief. Alle dieren die we hebben zijn super lief. Ja. We hebben zoveel honden van iets ouder die al over die fase heen zijn. Als je graag een hond wil, maar je wil door niet die puppyfase, kom een keer langs. Ja. Bel even, kijk op de site. We hebben super lieve honden die al wat ouder zijn. Ja. Die geen dingen meer stuk maken. En gesteriliseerd en gecastreerd zijn. En gesteriliseerd en gecastreerd zijn. Dus dat is er ook niet meer. Dus ja, ik zou zeggen, als je een hond of een kat wil... Dat kun je bij deze stichting terecht. Ja. Nee, ladies... Ik ben zo blij dat jullie zijn geweest. En ik ben zo blij dat jullie dit werk met zoveel liefde doen. Met het team dat jullie daarbij hebben. Ik wil jullie heel veel succes wensen. En ik wens jullie ook alle goede mensen toe die jullie willen helpen. Om dit project of dit plan, deze droom nog groter en beter te maken. Zodat ieder dier dat geholpen kan worden, een plekje bij jullie kan vinden. En ik wil jullie ook bedanken voor het komen. Dankjewel. En jullie ook bedankt. Echt fijn dat jullie bij ons ontvangen. Ja, tuurlijk. Ja. En nogmaals bedankt voor het komen. En jullie ook bedankt voor het kijken. Jullie hebben het gehoord. Stichting Help Safe Animals Suriname doet een voorwaardelijke job. Of tenminste een voortreffelijke job. Ik kan niet het juiste woord vinden. Because it's so great what these guys are doing. Als je wil helpen, ze zijn op Facebook. Ze hebben straks een website. Alle informatie gaan jullie in beeld zien. Alle kleine beetjes helpen. Wat je hebt... Doe iets om dit probleem te verhelpen voor alle zwerfdieren en hulpbehoevende dieren die geen huisje kunnen vinden. Een klein beetje help en deze stichting doet het voor deze dieren. Dank jullie wel nogmaals voor het komen en dank jullie wel voor het kijken. En jullie weten het, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.